TechZine Talks, where TechZine analysts bridge the gap between IT solutions and the people who need them. TechZine is your single source of truth. For more information and insights, visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast. Ja, welkom weer een nieuwe aflevering van TechZine Talks. Vandaag hebben we wederom een gast, Philip Verlooy. Hij is Field CTO bij No Name Security. Ja, goedendag. Ja. Welkom. Ja, dus, uh, ja. Nou, ja, dat, dat, ja. We gaan het hebben over API security. Ja, ik zou zeggen, favoriete onderwerp als we, als, we, als, we, als we iemand van no name uitnodigen, dan kunnen we het maar over één ding hebben natuurlijk. Ja, ja. Dat, maar goed, laten we wel wezen, API security uh, is alweer twee jaar geleden, denk ik, dat dat ineens toch wel een dingetje werd. Of tenminste, meer in de media kwam en meer aandacht voor kwam, et cetera. Ja, ik denk dat uh, een no-name in 2020 of formeel op de markt Klopt. is gekomen, ja, toch? Ja, inderdaad. Ja. Ja, dus we beschouwen dat zelf nog steeds als een start-up, maar uh, het wordt inderdaad alsmaar uh, interessanter, zeg maar, uh, op de markt. Dus, uh, ja, wel, maar wel al eind 2021 al uh, de unicorn-status behaald, hè? dus uh, 1 miljard uh, ja. plus waarde uh, ja. op de markt. Ja, dus er is wel behoefte aan API-security, want als je, dat, uh, als je die waarde had, dan... Uh, ja, en dan uh, hebben we natuurlijk vorig jaar het ook opzet gezet trouwens, is het geen waarde. Nee, het is dus market cap volgens mij, ook niet? Ja, dat is de, de market value. Oh, yeah. ja, nou, ja, ja. dat is niet de omzet. Oh, okay. <laughs> nee, dat zou wel leuk zijn. <laughs> als, je, als je anderhalf jaar tijd uh, om de 2 miljard haalt... Ja. Op de, ja. Dan, ja. dan ja. kom je nog een strik voor een vorm. <laughs> ja. ja. where, where do I sign up? <laughs> nee, maar... Um, nee, want die van vorig jaar, we, we oh, dat is bijna een jaar geleden, denk ik. Dat we die, uh, misschien wel iets meer dan een jaar geleden. Nee, ik heb het ja. niet opgezocht. Op, op, dat we die opgenomen ja. hebben. En die, die, was ook, die was ook best populair. Best wel veel mensen hebben geluisterd. Dus we dachten, nou, het is wel eens tijd om, uh, om een updateje te krijgen van... Uh, van wat er, wat er aan de hand is eh, op dit moment op de, de, in, de, in de wereld van de API security. Want er is best wel wat gebeurd. Hè? De, afgelopen, de afgelopen jaar, zullen we zeggen. Ja, ze zeker, zeker. Um, ik denk zelfs als je gewoon nog maar kijkt naar de, ja, het aantal uh, zeg maar, uh, breaches in het, in het nieuws, uh, dat is uh, al enorm toegenomen. Uh, dus dat wil ook zeggen dat de meeste mensen nu wel uh, extra aandacht besteden aan uh, API security. Hè? Je had. Uh, op het einde van vorig jaar had je bijvoorbeeld Optus in Australië, een heel bekende API-breach. Je had Medibank, ook toevallig in Australië. Je had Twitter met hun Twitter-API-issues. Uh, dus, dus de voorbeelden zijn Legio. En uh, ja, dat zorgt er toch wel voor dat uh, de meeste enterprise bedrijven plotseling meer. Ah, aankomen. ik meen uh, T-Mobile US toch ook? Ja, uh, waar, waar alle klantgegevens. Ja, volgens mij 37 miljoen records uh, ja, via dat, de API. Ja, ja, dus, dus, de, dus, ja daarmee uh, hebben de, de cybercriminelen als het ware uh, jullie business op de kaart gezet. Ja, helaas, he, kan je bijna zeggen natuurlijk vanuit ah, van. van maar, maar net hoe je het bekijkt, ja, he, dit ja. geval. Het, het, het is natuurlijk zo dat. Ik beschouw security altijd. Als je kijkt, naar nou ja, wat moet je doen als, als security professional moet je ervoor zorgen dat je alle gaatjes kan, kan dichthouden, zeg maar? Ja. En als, uh, ja, als hacker moet je maar net het ene gaatje vinden om binnen te komen. En dat, uh, dat blijkt uh, meer en meer API's uh, te zijn. Uh, deze tijd. Ja, maar even terugkomen op, de, op, dat, op dat wat je net zegt, mm -hmm. hè? we hebben ook terugkomen op wat je eerder zei. Ik kan me nog herinneren dat er eind 2021, begin 2022. Werd er werd heel veel, heel veel gesproken over een, over een voorspelling van, van, van Gartner dat, ja. dat API's in 2022 voornaamst de voornaamste attack factor zouden worden. Ja. Is dat ook waar gebleken? Of zaten uh, ja, ze er dat... weer eens naast? Want dat doen ze ook vaak. Ja, ja, ja ik denk dat het met cijfers moeilijk te staven valt in alle eerlijkheid. De aandacht hè, en het gevoel dat wij zelf hebben is, is uh, zeker wel zo. Nu natuurlijk, ja, je hebt een, een bepaalde bias als je voor een API security vendor werkt. Want ik spreek heel de dag over API's en API security. Um, maar het, het staat in ieder geval uh, ja, hoog op de prioriteitenlijst uh, vandaag de dag, dat ja, ik, wel. ik denk dat ransomware ook nog steeds zo groot is en dat komt in principe niet via een API binnen. Dus ik denk dat de gebruiker zal altijd misschien wel de grootste ja. attack factor blijken als het ware. Het maar... ja, de, de, zijn denk ik in principe, als je echt, zijn het zijn vooral zero days natuurlijk, waar heel waar, waar, de log4shells en de, die ESXC uh, uh, van een ja. tijdje geleden, dat soort dingen. Ja. Ja. Ik heb toevallig ook recent ook nog gelezen dat, 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 dat bijna 80% van alle, alle breaches terug te herleiden is op vijf of zes of zeven, weet ik veel, uh, vulnerabilities en waaronder dat soort dingen. Ja, dat is, dus, dus, ja, dus het is een beetje inderdaad wegen van in hoeverre is het nou, hoe groot is de dreiging van, uh, uh, op je API's nu eigenlijk, uh, echt, dat is natuurlijk een beetje de grote vraag die de hele partijen hebben denk ik. Ja, ja, dan moeten we even vasthouden. We gaan echt dieper in op een API security. Oh, oh ja, bumper. Oh. Die vergeten we wel eens. Ja, dus dan. Nee, ja, API security. Kijk, er is heel veel over te doen geweest. Het hele productportfolio rondom API security is ook toegenomen. We spreken verschillende partijen in de markt. We zien bij jullie ook de nodige ontwikkelingen. Ja, Swander schreef al aan: hoe groot zijn die attack factors? Misschien kun je daar wat toelichting op geven? Um, ja, we, we zien inderdaad wel, uh, zoals ik al zei, de interesse neemt enorm toe. En um, ja, het, het, de nood is er ook wel aan. Hey, als we kijken naar uh, ja, dingen die in het nieuws komen over breaches, is het natuurlijk niet altijd duidelijk of dat API's de achterliggende factor zijn. Ja, vaak heb ik ook, uh, ja, dat, dan komt er een, een soort van, uh, dan springt er een TechCrunch op of ik zeg maar wat, en dan hebben ze een artikel, maar daar kan je niet het afleiden van, ja, oké, okay, er zijn uh, PII-records gestolen, maar ja, hoe, hoe is dat dan exact uh, gegaan, zeg maar. Wat ik wel kan zeggen is als wij uh, een, een platform zoals NoName uitrollen bij de klant. Hè, dan zoeken we naar uh, vulnerabilities rond API's. En die vinden we altijd. Dus vanuit dat aspect zijn er zeker wel API vulnerabilities. Worden ze dan ook effectief extern misbruikt? Dat is de volgende vraag. Dat... Kan je daar voorbeelden van noemen? Wat voor soort vulnerabilities kom je veel tegen? Ja, maar... je hoeft geen specifieke bedrijven te noemen nee, uiteraard. Nee. nee, vaak begint het al met het. Uh, inzicht hebben in hoeveel API's heb ik. Hè. Dat is uh, vaak de eerste, het eerste probleem dat een klant probeert uh, te tackelen. Um, dus als je vraagt van uh, ja, beste klant, hoeveel API's heb je nu eigenlijk, dan uh, moet die meestal het antwoord schuldig blijven. Dat, uh, dat, dat weten ze vaak niet. En als ze een, uh, een getal roepen, en uh, ja, we doen onze eigen inventory met, uh, met no-name, dan zitten ze er toch vaak 30 tot 40% naast. Ja, oké, okay, maar dat je meer API's hebt, wil hmm. niet zeggen dat, je, dat, je, dat ze ook lek zijn. Dus nee, maar... nee. Dus wat we dan vaak zien als we de API's gedirecteerd hebben, dan kijken we in de eerste instantie naar misconfiguraties, zeg maar. Uh, en die vinden we, ja, legio, die vinden we echt, uh, echt vaak. En dat gaat dan over zaken zoals van, ja, ik heb een API-gateway of ik heb een webapplication firewall, uh, maar ik stuur niet al mijn externe verkeer door die gateway. Uh, dus plotseling zien we dat uh, mensen van extern rechtstreeks met een API-backend uh, IP-adres kunnen praten, bijvoorbeeld. Dat is een, een heel, ja. Een mooi voorbeeld van een, van een duidelijke misconfiguratie die we dan kunnen Maar daar ja. zit ook vaak ook nog een authenticatie-key bij als iemand die API weet te nou, Dus dan is die toen nog, ja, die gateway zit er niet tussen, maar hij is dan toch nog wel beveiligd. Ja, maar als je, als je, zeg maar, niet verder kijkt dan, dan die API-key, dan ja dan, dan, ja, dan ben je als uh, API-owner wel exposed naar, uh, naar uh, gebruikers die je API willen, willen misbruiken. Verder zien we ook dingen zoals uh, ja, ik heb een, een, een een zwakke authenticatie ingeregeld bijvoorbeeld. Uh, of ik heb uh, meerdere authenticatie opties op mijn API uh, mogelijkheden op, openstaan. Uh, vaak vanuit van ja we hebben die API intern ontwikkeld en als we hem gaan testen gaan we ja, intern minder hoge eisen stellen qua security en qua authenticatie en plotseling ontsnapt die API in productie. Want wat versta je onder zwakke authenticatie? Ja, dus, dus stel dat je enkel maar een API key uh, nodig hebt, bijvoorbeeld om tegen de API uh, aan te praten, of dat je ja, geen uh, Multifactor authentication uh, nodig hebt, of dat je geen OAuth zou gebruiken bijvoorbeeld. Dus er zijn, uh, ja, er zijn uh, verschillende manieren waarop dat die authenticatie uh, beter kan ingeregeld worden, of waarin je een, 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 een zwakke encryptie gebruikt, zie je ook heel vaak. Hè? Dus je hebt een, uh, een API die je extern beschikbaar stelt, maar je gebruikt gewoon een, een, een zeer oude en kwetsbare versie van, uh, van encryptie uh, voor die API. Ja, laten we even terugdraaien, want je, je, je noemde het al een paar keer, de, 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 de API-K2. Je zou zeggen hè, dat het daar onderdeel van moet zijn, hè, API Security, maar dat is eigenlijk al van begin af aan was dat verhaal dat, dat die niet volstaan. Om, ja. uh, maar zijn die, zijn die wel beter aan het worden op basis van misschien integraties met jullie, maar misschien ook gewoon native, dat ze beter worden in het detecteren van API Security problemen? Ja, ik denk dat er een aantal uh, zaken spelen hier. Um, dus, vanuit een, laten we zeggen, een Web Application Firewall of API Gateway Vendor perspectief, zie je ook dat die jongens de markt opgaan en uh, kleinere start-up bedrijfjes onder de arm nemen, zeg maar, om bepaalde functionaliteit die zij missen te integreren. Uh, dus dat geeft al aan dat zij ook wel zien dat de manier waarop de, de Web Application Firewalls en de Gateways gebouwd zijn vandaag de dag, dat dat niet voldoende is. Um, het gaat dan over, ja, ik zei net van de, de eerste probleem is al inventarisatie van je API's. Ja, je stuurt niet al je API's door die gateway of je web application firewall. Dus dat is al probleem één. Als je enkel op een, op een gateway-toestel uh, ja. steunt, dan, dan ja. zie je de helft van je API's al niet. Ja. Uh, maar, je, maar je hebt ook bijvoorbeeld dat, dat, je, dat je ziet, dat een, een gateway kan wel zien van: is, ziet die API er oké okay uit? Eh? Wordt, er, ja. wordt er een. Wordt er een Wordt er een goede username of een uh, user account uh, uh, gebruikt? Maar die, hij could, maar die kunnen over het algemeen niet zien wat er, wat er daadwerkelijk in de user account staat. En dat, dat, dat was altijd ook wel een van de voorbeelden van waarom een, een API-gateway niet, uh, niet volstond, want je moet eigenlijk ook weten wat erin staat. En is dat nog steeds zo? Ja, dus ik denk, het, het, uh, als je kijkt naar uh, de meest voorkomende kwetsbaarheden, dan heb je natuurlijk die OWASP API Security Top 10-list, zeg maar. En uh, op nummer 1 staat daar een BOLA-attack. Je hebt ook een Object Level Authorization-probleem. Uh, en dat is het typische voorbeeld waar dan, uh, een Web Application Firewall uh, niet uh, voldoende is. Dus wat gebeurt er daar is, je hebt inderdaad authenticatie en autorisatie. Wordt ingeregeld door je, je WAF en je gateway. Wordt ook perfect gedaan, is ook nodig uiteraard. Is de eerste stap in de beveiliging. Wat er dan gebeurt is, je hebt die user die perfect, op een perfecte manier volgens de webapplication firewall gebruik maakt van een API. Maar slaagt er dan toch in om bijvoorbeeld data te lezen die niet toebehoort aan die bepaalde gebruiker. Nu die gateway of die API die snapt niet wat er gebeurt, want voor, voor hem is dat een geauthenticeerde en geautoriseerde transactie. En dat is het enige wat hij kan kijken ja. is, is die transactie die ik nu doe, laat ik die toe of niet? En hoe doet hij die evaluatie op basis van regeltjes? Ja, dat is ja. bijvoorbeeld als, als, een, als een kwaadwillende, de, de out, niet de authenticatie, maar de autorisatiesleutel op zeg maar, bemachten. Ja, een goed voorbeeld is, uh, is als ik teruggrijp naar Optus bijvoorbeeld, die Optus Breach in Australië van, uh, van vorig jaar, dat was een Ebola-attack. Uh, dus wat dat je daar had is, je hebt een bepaalde gebruiker die heeft recht om zijn eigen data te lezen. Nou, die gebruiker logt in en die... Snapt op een bepaald moment de logica achter de API. Ja. En ik kan op die manier de logica manipuleren dat hij weet welke object ID's er aan andere gebruikers behoren. En hij kan die dan beginnen uitlezen door de juiste queries te doen richting die, uh, richting die API. Voor die gateway, wat hij ziet, is: is oh, ik heb hier een geauthenticeerde en een geautoriseerde user, dus laat maar gaan. Um, de enige manier om dat op te sporen, zeg maar, is te begrijpen wat dat die logica achter die API is. Dus hoe gebruiken. Uh, zeg maar normale gebruikers, dus tussen aanhalingstekens, hoe gebruiken zij de API op een correcte manier, dan moet je eerst leren. Eens dat je dat geleerd hebt, eens dat je die baseline hebt van dit is normaal gedrag, dan kan je pas beginnen evalueren of dat de volgende query in die baseline van normaal gedrag zit. Ja. Uh, dus en je moet dat echt voor elk API endpoint apart moet je dat, uh, moet je dat leren. Maar, maar even, even vanuit, uh, vanuit de aanvaller gedacht, hoe makkelijk is het om... Om API's te misbruiken. Hè? Want als je zegt van je moet, stel dat je moet eerst een user account bemachtigen voordat je überhaupt iets kan infiltreren in zo'n account en dan hè, en dan via de API ergens binnen kunnen komen. Ja. Is dat, is dat, is dat makkelijk of is dat, uh, dat is misschien ook wel goed om de. Ja, wat er, wat er vaak gebeurt vanuit een, uh, een aanvallersperspectief, zeg maar, is je, je doet een soort van reconnaissance fase. Hè? Dus je, gaat, je, je hebt een bepaalde target voor ogen, een bepaald bedrijf bijvoorbeeld, waar je iets mee wil doen dan ga je kijken van, ja, kan ik hier ergens authenticatiegegevens uh, bemachtigen op een of andere manier? Ja, hoe kan dat? Bijvoorbeeld, iemand heeft API-keys in zijn GitHub-repository staan, of iemand heeft een, een open API waar geen authenticatie nodig is, en die open API, in plaats van ja, niet-belangrijke data, stuurt die plotseling ook ja, interessante data door. Hè? We zien vaak bijvoorbeeld, ja, extensive data exposure noemt dat dan, dus je stuurt in principe te veel data van de backend naar de frontend, en je wil dan dat de frontend-developer slim genoeg is om te zeggen van ik ga al die data eruit filteren. Maar die transactie is wel vertrokken, dus die data, als je die onderschept, dan heb je al die data. Ja. Um, dus eigenlijk zijn er heel veel slecht ontwikkelde API's, dat is eigenlijk wat je wil zijn. Er zijn er sowieso heel veel, dus dan zijn er ook waarschijnlijk heel veel die... <laughs> ja. API's zijn ook heel makkelijk om te maken natuurlijk, dat is ook een beetje een, een, een dingetje. Bij API's ben je vaak het slachtoffer van je eigen succes. Hè? Dus als je kijkt naar hoeveel API's heb je in gebruik gemiddeld in een enterprise organisatie, dus we hebben een, een, een survey gelanceerd met uh, Opinion Matters uh, eind vorig jaar. En dan zagen we dat een enterprise-omgeving gemiddeld 10.000 API's plus uh, in, zijn, uh, in zijn bedrijf uh, heeft. 10.000 plus. Dus, dus ja, begin maar na te denken over ja, hoe kan ik al die API's op een correcte manier. Maar zijn dat zijn dan API's die. Die ze allemaal zelf gebouwd hebben of zijn het ook API's die bijvoorbeeld oh, Microsoft stuff. zijn yeah. en van API's ja, en yeah. dat soort dingen? Yeah. Ja, okay. Okay. ook third Party API's, ook API's bijvoorbeeld met je back-end services, et cetera, net right. is API's. Right. 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 Maar ik zie regelmatig onderzoeken voorbij komen waarin blijkt dat er gemiddelde enterprise is van 900 applicaties, waarvan ik een hoop legacy die geen API's hebben. Dus hoe komen jullie dan op 10.000? Ja, yeah, als je al die. Die infrastructuur API's, die third-party API's en dan de eigen ontwikkelde applicatie API's. En dat zijn eigenlijk de belangrijke APIs vanuit een security perspectief. Uh, ik ga niet beweren dat Kubernetes API's, et cetera, niet belangrijk zijn, maar daar, heb je, daar kan je beperkt ingrijpen. Eh? Yeah. Um, dus die eigen applicatie API's zijn inderdaad belangrijker. Uh, waar zie je meer eigen applicatie API's? Dat is in bepaalde verticals, zoals Fintech bijvoorbeeld, of healthcare of manufacturing, e-commerce. Daar zie je echt uh, ja, heel veel API's, duizenden API's. En zeker als je api endpoint stelt, kom je zeker aan duizenden okay. Maar dan zou je dus, om even te kijken, van, van die 10.000 plus is misschien 70, 80 procent, is, is over het algemeen sowieso uh, third-party infrastructuur waar je zelf niet heel veel invloed op uit kan oefenen. Maar dan gaat het om die, om die overige 10, 20 procent van de API's die je zelf bouwt. Yeah, yeah. Of, ja, dat ja 60 of dat nu 16% Dus het gaat inderdaad vooral over die API's die je zelf bouwt. En je hebt ja, afhankelijk van het bedrijf je hebt bedrijven die zeg maar, API-first zijn van de dag, die enkel maar diensten leveren via API's. En je hebt zelfs bedrijven die API-only zijn. Van de, like, Stripe is bijvoorbeeld zo'n gekend uh, yeah. voorbeeld. Daar kan je niet mee interfacen uh, buiten een API-on. Dat is de dienst die ze leveren, is hun, is hun API. Um, dus dat soort bedrijven heeft daar inderdaad wel een enorme focus uh, op. Ja. En, en zij hebben uiteraard, eh, dus zij, zij beïnvloeden die soort service natuurlijk. Ja. En je had het net ook al over, over toen je het had over dat stukje van de front-end developer die bepaalde dingen eruit moet halen. Hm. Als je, je te veel deelt, hè, dan, 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 dan zit je dus ook aan de development-kant bij het bouwen van je API's. Dan dus zie je wel een goed bruggetje naar. Nou, weet, aan de ene kant kun je natuurlijk je bestaande API's kun je testen. In, in, in runtime, maar het is ook belangrijk om natuurlijk aan de aan de andere kant ervoor te zorgen dat je in ieder geval geen, als je sowieso geen, geen slechte API's maakt of, ja, of kwetsbare ja. API's maakt. Ja. ja, dat is inderdaad de, de betrachting ook van ons platform, zeg maar, is je wil zowel de API's in productie, zoals je zegt, hè, die wil je op een correcte manier kunnen ja, observeren en daar iets nuttig over roepen, zodat dat bij problemen dat je, dat je een remediatieactie kan starten. Uh, maar in eerste plaats wil je natuurlijk API's lanceren die niet kwetsbaar zijn. Als je kijkt naar de kost om uh, problemen of uh, zeg maar bugs uit een API te halen nadat die in productie is gelanceerd, ja, die is 10 tot 100 keer hoger dan als je het kan vinden in pre-productie. Zeg maar. Dus vandaar een beetje onze focus ook op pre-productie. Wij noemen dat dan active testing. Dus hoe kan je tijdens de development van die API. Ervoor zorgen dat ja, de meest gekende kwetsbaarheden dat je die tenminste al uh, eruit filtert. Ja. En... Heb, heb je dan in organisaties heb je speciale teams die zich met API's bezighouden of een API-verantwoordelijke of, 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 of ja. ligt dat dan bij de developer? Dat is een lastige doelprobleem, neem ik aan, als je, als je het daar neerlegt. Ja, ja het, is, het is sterk afhankelijk, denk ik, een beetje van de maturiteit van de, van de, van de klant. Hè? Je hebt... En dat is een beetje hetzelfde met public cloud. Op een gegeven moment had je cloud center of excellence bijvoorbeeld. En dat je mensen die een beetje de governance en, en ja, hoe gaan we de architectuur bouwen. Wat wij vaak zien is dat je een API center of excellence uh, hebt binnen een grotere partij. Uh, en dat zijn dan voor ons de aanspreekpunten, zeg maar. Ja. Um, dus zij, zij stellen dan ook aan developers: als we een dienst leveren, een bepaalde service aanbieden. Dan zijn dit de bouwblokken voor API's. En dit zijn de security bouwblokken bijvoorbeeld, die we um, altijd moeten gaan hergebruiken. Okay. Maar in welk stadium van het ontwikkelen van API stappen jullie dan in? Is het dan zo, als er code af is, gaan jullie iets kennen, en komen jullie dan met een rapport? Of is er een soort plug-in voor de, voor, de, uh, voor de IDE, de, 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 de development omgeving van de ontwikkelaar, waarin jullie direct meekijken, zeg maar? Dus ja. dat het tijdens het schrijven van de code dat heel begint te tetteren van, hé, ik weet niet, maar dit is niet zo heel veilig. Nee, nee. Ja, wij, wij komen in de picture in de buildfase. Uh, dus van het moment dat uh, de uh, API wordt gebouwd, zeg maar. Hè, dus stel dat je via een DevOps pipeline een, een API gaat, gaat bouwen. Dan tijdens de buildfase gaan wij de validatie doen. Dus die API wordt gebouwd. Dan gaan wij hem automatisch testen. Uh, die testen die zijn trouwens geschreven aan de hand van de findings die we in het productieplatform geleerd hebben. Dus Bola, wat ik daarnet aangaf. Ja, dus wij kunnen bijvoorbeeld testen tegen BOLA-attacks in preproductie. Maar moet die ontwikkelaar zelf die test schrijven, als het ware, om aan te geven hoe die API ongeveer werkt? Of kan je dat allemaal zelf zien en detecteren of uitproberen, et cetera? Ja, ja. ja wij, wij hebben op dit moment 165 built-in testen in Active Testing, uh, die we zelf geschreven hebben. Uh, we geven ook wel de mogelijkheid om zelf geschreven testen, dus als je bijvoorbeeld al Zap of Burp of wat dan ook gebruikt om je APIs te testen, dan kan je... Uh, die testen in ieder geval ook uploaden naar ons systeem, zodat we ze ook onderdeel van die automatische testfase maken. Maar we vertrouwen toch vooral meer op onze eigen test. En de reden daarvoor is, stel bijvoorbeeld met Zap, wat je wat vaak doet, is je doet fuzzing om een API te testen. Je gooit allemaal random data tegen een endpoint, en dan verwacht je dat je je endpoint kan, uh, kan breken of een bepaalde functionaliteit uh, omzeilen. Waar dat wij als een focus is van je leest de API-specificatie uit. In de API-specificatie staat aangegeven van dit is hoe dat we bijvoorbeeld een Object-ID opbouwen. En vaak staat er ook nog een voorbeeldje in die API specificatie. Dus wat het ons systeem is, die neemt die informatie. Wij creëren die objecten uh, automatisch. En zo proberen we dan verder en verder in die API uh, te stappen, zeg maar, en hem aan te vallen. Maar het is, ook, het is ook neem ik aan, doordat je die eigen beelds hebt, dat je dat je het ook een beetje wil standaardiseren, die, die markt. Dat je, dat je ook, hè, het kan ook mensen leren om Yeah, yeah. Om, om, om te standaardiseren op bepaalde manieren om API's te bouwen. Yeah. Dat is ook wel een heel belangrijk onderdeel, want uh, een van de problemen is natuurlijk dat, dat iedereen zijn. Uh, eh, God en Klein Pierikens, in Vlaanderen volgens mij, yeah, kan, yeah. <laughs> kan, 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 kan een API bouwen. Yeah. En de, daar moet je een soort van best practices voor hebben en daar kunnen jullie natuurlijk ook een rol in spelen op, dat, op dit vlak. Yeah. Er is natuurlijk een gekende lijst van API vulnerabilities. We hebben zelf die 165 testen, maar er is bijvoorbeeld via OWASP ook een gekende lijst van vulnerabilities. Ja. Uh, het zijn wel vulnerability classes, dus dat is heel breed. Uh, maar je, je hebt inderdaad wel een set van best practices uh, die gekend zijn, waarbij waar, waar je kan zeggen: ik gaf er dus straks uh, OWASP toe aan, uh, bijvoorbeeld. Of dat je zegt: van Dit is onze standaard en die standaard gaan we volgen. Uh, als we objecten. Uh, uh, uitlezen, dan gaan we ervoor zorgen dat we uh, role-based access control op de basis van de objecten doen. En niet op basis van enkel de gebruiker bijvoorbeeld. Dus er zijn inderdaad een set van best practices, uh, die we dan ook kunnen aangeven om te zeggen van uh, als je het op die manier opbouwt, dan kan je in ieder geval al uh, de helft van de lijst schrappen zeg maar. Hey, je zegt nu, we doen die testen vooral in de beeldfasen, mm -hmm. maar ja, als je als organisatie dit luistert, dan denk je misschien ja, wij hebben ook een paar honderd API's, uh, maar die zijn al af, zeg maar. Uh, die ja. kan je ook nog testen, neem ik aan. Ja, dus, dus daar hebben we de productiearm voor, hè, zeg maar. Dus we kunnen ze sowieso testen met active testing, ook al zijn ze klaar. Hè. Dus je upload gewoon je API-specificatie en wij gaan ze testen. Uh, uh, je, moet, je moet wel zelf inzichtelijk gemaakt hebben welke API's je hebt. Ja, dus we kunnen ze wel automatisch directeren. Dus typisch wat er gebeurt is: je hebt een beschrijving van je API's. En meestal een specificatiefile, een. Uh, Swagger noemde, het. vanuit een open API-spec. Of je hebt een set van crawl-commando's, of je hebt een Postman-collectie, of je hebt een ramble file uh, als je in de MuleSoft-wereld uh, uh, yep. blijft bijvoorbeeld. Um, dus, dus die beschrijving die geef je aan ons, en op basis van die beschrijving doen wij wat we noemen auto-reachability. Dus je, je zegt, dit is het endpoint, dit is de API, maar de API heeft misschien onder de endpoints. Dus we moeten al die endpoints gaan vinden yep. voordat we ze kunnen aanvallen. Dus dat doen we met ons auto-reachability-concept. Dan gaan we al die endpoints vinden en dan gaan we die ook één voor één testen. Zeg maar. Dus het is niet dat je echt veel werk hebt om dat te doen. Je geeft ons gewoon die beschrijving. Stel dat je al in productie bent, dan kunnen we ook de input van ons productieplatform sturen naar Active Testing. En waar gebruiken we dan meestal? Ik heb versie 3 van mijn API uitgerold, ik ben bezig met versie 3.5. Wat moet ik additioneel doen om mijn API te bevalen? Dus en, en wat raad je dan de bedrijven aan die geen idee hebben hoeveel APIs ze precies hebben? Ja, inventaris is altijd de eerste stap. Uh, dus meestal, uh, dat is altijd de eerste stap in ons platform trouwens. Hè? Dus als we ergens bij een klant komen en we, we zetten het platform op, dan gaat hij eerst een volledig inventaris maken van al de APIs op basis van integratie met web application firewall, load balancer, gateway, netwerk. Die kunnen jullie allemaal uitlezen. Ja, ja klopt. Oké, okay, dus jullie kunnen die... Je het netwerkverkeer zeg maar, aftappen en zien ja. en waar waarschijnlijk een API bevindt. En dat kan een on-premise omgeving zijn, neem ik aan. Ja. Maar ook een cloud omgeving. Ja, ja. dus uh, een van de voordelen, denk ik, van ons platform is uh, ja, die flexibele architectuur. Dus als je on-prem zit of je zit in de public cloud, meerdere public clouds, hybride. You will een SaaS-oplossing, kan allemaal. Uh, op zich is het gewoon software. En die software die kunnen we draaien wat we willen. Maar we hebben er wel voor gezorgd dat je, stel dat je in een multicloud omgeving zit, of in een hybride omgeving, dan wil je je data toch lokaal uh, verwerken, zeg maar, als het op APIs aankomt. Je wil niet dat je je data ter evaluatie naar een centraal punt ergens in de cloud moet uh, sturen. Nee. Dus uh, in, ons, uh, in ons verhaal noemt het dan een remote engine. Die remote engine die installeer je lokaal in je hybride omgeving. Daar wordt alle data crunching gedaan. En het resultaat van die data crunching die komt in een een of andere GUI terecht. En waar dat die GUI staat, daar kan je dan op nog kiezen. Ja, ja en dan heb je dus echt een overzicht waar alles bevindt. En ik neem aan dat als bedrijven al heel veel gebruik maken van een Dell Boomi of een Mealsoft, ja. Daar dan kunnen jullie waarschijnlijk gewoon op inprikken en ja. alles uithalen. En het voordeel van dat soort systemen is dan ook van je ziet niet enkel de API flows, de communicatie, maar die hebben ook configuratie in zich. He, dus, dus die gateways en die systemen die zeggen al van dit is wat dat wij authenticatie inrichten. Dus als het aankomt op misconfiguraties, kunnen we ook die configuratie meelezen en zeggen van ja, je hebt dit op je Mulesoft niet ingeregeld. Dus dat is toch echt wel stap één. Ja, en je hebt waarschijnlijk ook best practices voor bepaalde grote softwarepakketten. Ja. ja, en nog even een, een praktisch vraagje als, je organisatie, als organisatie. Is het nou kun je nou het een of het andere nemen? Dus als je zegt van ik wil alleen active testing, ik wil die runtime niet. Of, of, of is het beter om het toch allebei te nemen? Is het één platform? Dus als je als je no name afneemt, dan zit het er allebei in. Of hoe. Uh, ja, ja, op zich is het één platform. Um, maar we kunnen het ook lostrekken voor uh, developers apart. Hè, dus active testing apart. En dat gebeurt vaak in voor third party uh, leveranciers. Hè. Dus vaak heb je mensen die code schrijven voor andere partijen. En die willen, die hebben eigenlijk die hebben geen productie Als je ISV bent of zo, ja, of uh, ja. zoiets. Ja, dus dat je zegt van. Uh, um, ja, ik, ik ben een of andere grote reisbooking website maar die ontwikkelen misschien niet altijd hun eigen API's. Ja, die, die huren een of andere third party uh, in om dat te doen. Uh, nu, die third party heeft, geen, heeft die productieomgeving niet. Dus, dus voor dat type klanten is het handig dat zij enkel ja, het. Testen. Maar als je wel een productie- en, 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 een, en een development-omgeving hebt, dan moet je, je eigenlijk allebei hebben. Natuurlijk. Het ene, dat is het handigste. Het, het ene, want je hebt natuurlijk altijd te maken met. Met, met third party API's die je niet zelf gebouwd hebt en die wil je dan in, in productie natuurlijk nog wel steeds een beetje in de gaten kunnen houden. Ja, klopt. Dus het handigste ja. is inderdaad om het volledig platform uh, uit te rollen. En dan, uh, ja, wat we net toegevoegd hebben aan het platform is, uh, wat we nu over gesproken hebben, is eigenlijk we kijken van de binnenkant naar buiten. Dus alle API's die je zelf ontwikkeld hebt en, en welk verkeer vloeit er over mijn, uh, mijn gateways en wat is mijn east-west verkeer tussen mijn componenten, et maar vanuit een, een aanvallersperspectief, die begint niet op dat punt. Die kijkt altijd van buitenaf naar binnen. Dus om dat te simuleren hebben we nu Recon noemen we het dan. Uh, dus Recon maakt een simulatie van wat ziet een aanvaller nu als hij puur van buiten naar binnen kijkt. Uh, enkel met betrekking op de API trouwens. Dus dan gaan we zien, van, ja, heb je documentatie ergens uh, publiek beschikbaar gemaakt uh, zonder authenticatie uh, uh, ben je keys aan het opslagen in uh, GitHub of in S3 buckets of uh, ja, alles wat we extern kunnen vinden, dat we kunnen teruglinken aan het domein van de klant, zeg maar. dat gaan we hem dan inzichtelijk maken. zodanig dat hij weet van dit is mijn external attack service, uh, als het op API's aankomt. En dan moet ik in ieder geval al gaan verwijderen. Dus ik, ik, ga, ik, ik ga niet mijn API keys uh, publiek uh, beschikbaar stellen wel als ik me nog afvroeg, want um, uh, je hebt natuurlijk enterprise organisaties die maken bijvoorbeeld gebruik van Salesforce of gebruik van Microsoft 365 of van SAP. Ja. Eh, die hebben allemaal APIs. Daar zit, in die systemen zit heel veel klantdata die belangrijk is en die beschermd moet worden. Um, nou, die drie grote bedrijven die zullen zelf genoeg doen om hun APIs te beschermen. Maar ik kan me voorstellen als je ook een hele grote enterprise onderneming bent dat, dat je misschien nog iets meer controle wil. Kunnen jullie daar ook tussen gaan zitten? Tussen die... Dat, dat soort grote API's als nog een extra soort van controle laag? Ja, ja er, zijn, er spelen meerdere aspecten in op die vraag. Dus stel dat je een applicatie ontwikkelt, of een soort van frontend ontwikkelt, die praat met een Microsoft 365 backend bijvoorbeeld. Dan kunnen we inderdaad ja dat API-verkeer gewoon zien. Maar ik bedoel meer als... als, als stel, je hebt een, een boze werknemer... of je bent bang dat de ja. autorisatie-key... van een van die platformen in de verkeerde handen valt... Ja. Ja. dan kunnen ze in principe gewoon zo'n zo database leegtrekken... van SAP of ja. zo, zo. net, net wat. Ja. Uh, kan je daar ook nog iets mee? Of is dat echt omdat dat groot publiek is... is dat moeilijker te, te beveiligen? Dat is moeilijker te beveiligen. Uh, wat we wel kunnen doen... en we uh, voor een aantal klanten al gedaan... stel dat je je verkeer extern stuurt naar zo'n third-party uh, systeem, Microsoft 365 Salesforce. Mm -hmm. um, dat verkeer is natuurlijk volledig encrypteerd, hè? dus je kan naar de data payload bijvoorbeeld al niet makkelijk zien. Wat hebben vaak grotere bedrijven wel ingeregeld, is een soort van proxy. Hè? Dus dat verkeer loopt door een proxy. Dus als we de API-traffic op die proxy evalueren, dan zien we wel de communicatie gaan. Bijkomend, wat we ook sowieso kunnen zien, is welk verkeer gaat er naar die third-party API's. En gaat het naar de juiste IP-blokken van die third-party API's? He, dus wat er vaak gebeurt is. Ik heb uh, bijvoorbeeld Salesforce.com heeft een gekende blok van external IP's. Waar je in tegen spreekt. Stel dat we plots verkeer zien dat naar een of andere random externe IP gaat. Dan kunnen we daar al uit afleiden: van er heeft iemand iets gevonden. Waardoor het die verkeer kan afleiden zeg maar, van je third-party applicatie. Maar echt in de stroom van die third-party applicaties kijken. En daar zeggen van ja, dit is wat er gebeurt op API-gebied, dat is op dit moment moeilijk, omdat je, ja, je zit daar met end-to-end -end geëncrypteerd. Ja, daarom, daarvoor zou je echt een diepe integratie met die partijen zelf moeten hebben. Ja, of altijd een proxy gebruiken, ja, maar ja. dat is maar afhankelijk van. Ja, want wat, wat kan je dan instellen dat die partijen enkel nog één IP-adres of zo toelaten op hun API's binnen jouw omgeving, dat je, dat je daar die proxy mee verbindt als het ware? Dat zou je kunnen doen, maar dat is niet aan no-name, zeg maar, op nee. dat moment. Het is no-name. Nee, maar dan kunnen jullie wel die proctie bewerken, Ja, dat ja. nee, klopt. Ja, ja. ja. Oké. Okay. En, en naast Active Active en Development en dan... Uh, net Re Recon. Recon. Zijn er dan nog meer uh, oplossingen? Ja, wat ik ga van me af. Want in, in hoeverre is het nou allemaal echt real-time? Yeah. Hoe, hoe real-time kun je het doen? Ja. Want volgens mij, als ik het me goed herinner... Uh, uh, mirror, gaat het via port mirroring? Het grootste gedeelte van jullie, wat jullie doen, jullie zitten niet echt in de, in de, in de stroom. Ja. Uh, uh, is dat is toch dat iets waar, waar, waar je naar kijkt van om dan toch nog dichter op het, op het vuur te zitten? Ja, ja dus uh, algemeen gesproken klopt inderdaad wat je zegt. Hè? Dus we zitten out of band, dus we zitten niet in de transactie uh, van de API. De reden dat we niet in de transactie willen zitten is omdat je geen vertraging wil uh, nee, veroorzaken. Ja. Plus, ook je wil geen netwerkconfiguratieverandering veroorzaken, typisch. Bij een grote klant kan je niet zomaar zeggen: Van ik ga hier overal even een inline device uh, tussen zetten. Daar hebben ze al genoeg van. Yeah. Um, dus in principe staan we out of band. Wat we wel doen is: De klant heeft al inline devices, uh, bijvoorbeeld een F5 load balancer of een firewall. Wij kunnen met API-integratie met die inline devices kunnen wel blokkeren. Dus wij kunnen wel zeggen: Van we detecteren een probleem. We kunnen een identificatie doen van die uh, hacker of die malicious gebruiker, die kunnen we wel blokkeren door middels van integratie met die inline device. Dus dat is één ding dat we kunnen doen. Het ja. tweede ding wat we kunnen doen is, inderdaad in ons nieuwe platform hebben we ook een inline component. Dus als de klant ervoor vraagt, dan kunnen we inderdaad een inline component deployen, waarmee dat we inderdaad in real time kunnen... En is dat dan, is dat dan gewoon een doosje wat je ergens neerzet? Of is een dat... Software -component. Of moet je gewoon wat je ergens op een, op een, ja. op een VM zet of zo? Of in Oké, ja. een... oké. Okay, okay. En daarmee... Maar wordt het dan ook sneller? Wordt het dan ook beter? Ja, de, we gaan nog steeds niet die evaluatie in de transactie doen op dat moment. Wat we wel doen is, je hoeft je verkeer niet af te leiden. Hè? Dus er is geen kopie van die netwerkflow. Die flow loopt gewoon door ons platform. En we kunnen het direct uh, krijgen met binnen. Voor te blokkeren, en dat is een beetje het, uh, ja, het vierkante aan het verhaal van API Security. De reden waarom dat web application firewalls niet voldoende zijn, is... Op op basis van transactie kan je die beslissing niet nemen. Uh, is dit een goede gebruiker of een slecht gebruiker? Daarvoor heb je dingen nodig als machine learning die bepalen van aan de hand van mijn miljoenen transacties is dit goed gedrag of is dit slecht gedrag. Dus het is altijd na de feiten zeg maar ja. dat je die beslissing kan, kan nemen. Dus vandaar dat we met dat inline device dat we zelf ontwikkeld hebben, die inline software kunnen we ook blokkeren, maar die reactie gaat pas komen nadat we die gebruiker hebben geïdentificeerd. Ja, ja, ja. Dat is. Uh... Voor alle duidelijkheid, dat is enkel voor de, de, de runtime security, zoals we het noemen. En misconfiguraties is een ander verhaal. Daar kan je direct op ingrijpen. Natuurlijk. Maar ja. ik, voel, ik voel wel een, een roadmap dingetje aankomen, zeg maar. Als je het over ML en AI hebt, zeg maar. In het, uh, in het detecteren van het gedrag van... Uh... Ja, wat dat je wel kan doen. Hè, dus, ja. AI en ML zijn natuurlijk buzzwords en betekenen niks of alles uh, afhankelijk mm -hmm. van met uh, wie dat je praat, zeg maar. Um, dus wij focussen ons, ons enkel op API-transacties. Het leuke aan API-transacties is het gestructureerde data Dus voor een machine learning model leren op gestructureerde data is heel makkelijk. He, een een creditcardnummer is een creditcardnummer. Een e-mailadres is een e-mailadres. Dus gestructureerde data. We weten exact wat we aan het zoeken zijn. Dus het werkt heel snel, maar het kan niet in real time werken. De enige, redo, de enige manier waarop het in real time werkt is van: we hebben een identificatie van een slechte gebruiker zie je die gebruikers terugkomen, ja, die kunnen we in real-time blokkeren, zeg maar. Maar je moet echt wel eerst een evaluatie van, van die transactie. Ja, wat je wel zou kunnen doen is natuurlijk, als je, als je een soort van fingerprint kan hebben, ook, ook bij de API security, en je kunt dat uit andere, uit andere plekken waar je ook actief bent, heb je dat al een keer gedetecteerd, kun je natuurlijk wel in je model voeren. En dan en dat, zou, dat zou richting de toekomst in ieder geval sowieso wel kunnen. Zeker, dus... dus tot op een bepaalde hoogte doen we dat bijvoorbeeld al. Dus uh, ik sprak er straks over excessive data exposure bijvoorbeeld. Uh, dus stel dat je, dat je een gebruiker hebt en normaal gezien leest die gebruiker tien records van een database. En je hebt uh, een nieuwe gebruiker die logt in en die trekt vervolgens je database Dus die leest plotseling honderdduizenden records. Daar kan je onmiddellijk op acteren, want dat moet je niet leren. Dat kan je wel onmiddellijk. Ja, ja. Oké, okay, want dat vroeg me dus af, want ik leek een beetje te proeven dat... Um, eh, de, de meest voorkomende, denk ik, uh, 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 datalek door API -AP -AP security is wanneer er authorization keys in GitHub uh, uh, bijvoorbeeld worden geüpload. Ge ge uh -huh. um, dat, dat is niet helemaal te voorkomen. Uh, eigenlijk, als, als, een, als een aanvaller uh, plukjes data gaat downloaden, dan is de kans dat die snel gedetecteerd wordt dus redelijk klein, begrijp ik. Ja, ja, dus daar heb je inderdaad dat uh, ML-model voor nodig, dat ja. die verschillende koppelingen kan maken. Hè. Dus stel, in principe een botnet is, is een gelijkaardige aanval tegenwoordig. Hè. Dus tegenwoordig is een botnet heel erg verspreid en krijg je connecties van overgas in de wereld. En in plaats van één grote transactie uh, heb je inderdaad allemaal van die kleine trickle-transacties. Ja. Dus je moet op, een, op een of andere manier moet het ML-model wel die Transacties, transacties koppelen aan één identiteit. En die identiteit gaan we dan kunnen, kunnen blokkeren. Ja. En dat kan je eigenlijk niet in real-time. Dat, dat, ja, dan kan je zeggen wat je wil, maar dat, dat kan je niet in real-time. Maar kan het wel in neer real-time? Kan ja. ik dan binnen 10 minuten bijvoorbeeld ja, wel? Ja, dan ben je wel al oh, wat data kwijt helaas. Maar dan, ja, het is beter dan, dan helemaal niks, zeg ja. maar. Dus vandaar ook de focus op het platform is geldig voor pre-productie en productie. Dus als we in pre-productie die problemen al kunnen vermijden, zeg maar, zoveel mogelijk, dan zorg je ervoor dat die, dat die lekken minder voorkomen. Ja, het is een beetje hetzelfde als je sleutels verliezen. Hè? Dit, ja. dit, wel, ja, hier, ja. Men, mensen kunnen binnenkomen, je kan er nog wel wat aan doen. Ja. Maar ja, het blijft een beetje lastig om, om echt te voorkomen. Ja, dat, dat is gewoon ook niet realistisch natuurlijk. Hè? Ja. De mens blijft gewoon de zwakste schakel. Zeker niet als je je, als je je adres op je, op je sleutelbos hangt. Ja, dan gaan met API in het geval, ja, hè? Ja, dat dus met de API-security. Ja, dat is natuurlijk het punt. Want de baas, als het staat niet er je bij je te verlies, dan gaan ze, me, gaan ze bij mij niet inbreken. Want ze weten niet waar de, waar die nee. van de sleutels van zijn. Maar. Ja. Ja. Nee, vandaar dat je inderdaad basis-security-dingen blijven altijd gelden. Ook voor API-security. Je kijkt gewoon naar multifactor authentication en al die dingen zijn belangrijk. Hey, wat, wat me ook een beetje opviel. Uh, tenminste, dat is het gevoel dat erbij krijg. Um, die hele API-security-markt, als het ware. De concurrentie valt op zich al mee. Ik heb juist idee dat jullie elkaar allemaal helpen. Want ik was recent bij Salesforce en Mielsof vertelde dat ze een heel groot partnership hebben met jullie. En dat jullie elkaars technologie als het ware gebruiken om, om security naar een hoger plan te tillen, Terwijl zij ook bepaalde security dingen aanbieden die jullie ook aanbieden. En vice versa natuurlijk. Ja. Ja, op, op zich, hè, als je kijkt naar het bredere ecosysteem, we werken met heel veel uh, partners samen. We krijgen ook de vraag vanuit heel grote partners, uh, de publieke cloud-spelers uh, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die komen actief naar een speler zoals NoName, uh, omdat ze ook wel snappen dat dit een, een, uh, ja, een, een soort van dringend probleem is uh, op de markt. Maar inderdaad, we werken samen met partijen zoals Mulesoft uh, in een soort van bidirectionele manier. Uh, waarop dat wij integreren met hun systeem en zij data uit ons systeem kunnen gebruiken om, om hun uh, platformen dan weer veiliger te maken, zeg maar. Ja. Um, algemeen gesproken, ja, en in API Security is het niet anders, je bent onderdeel van een ecosysteem. Als je vandaag de dag kijkt naar een, een grote enterprise omgeving, het laatste wat je wil is dat je binnenkomt met tooltje 900. Ja. Ze hadden al 899 tools, dus je moet eigenlijk ja, bijna een seamless onderdeel worden van hoe dat zij vandaag de dag security inregelen. Dus onze focus is integratie met de bestaande tools, zowel die front-end inline security tools, maar zeker ook die back-end remediation tools. SIEM tools, SOAR tools, logging omgeving, et Ja, daar wil je ook mee integreren, omdat de klant heeft al processen gebouwd om bijvoorbeeld breaches op te lossen, et en te reageren. Ja, maar, en daar wil je zitten. Dan zie je in de security markt dan nog wel ook, ook voldoende... Uh, acceptatie van API security als een, als, een, als, een, als een serieus onderdeel van je security strategie voor organisaties. Want ik spreek best wel veel mensen uit de security markt en de traditionele security vendoren die zeggen bijna allemaal ja ja de, de meeste breaches komen toch nog gewoon van lock for shell en van ESXI uh, en dat soort dingen allemaal. Dus uh, API we zien het, we zien het niet, we moeten, je moet het wel doen. Hè? Dat is een beetje, maar, maar we zien nog niet echt enorm veel eh, enorm veel ervan. Hè? Dat is natuurlijk ook een beetje prekenvrij parochie waarschijnlijk. Ja. Maar, 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 maar ik weet wel bijvoorbeeld een partij als Cisco die is er wel mee begonnen vorig jaar. Die hebben nu ook een api security panopticon of zoiets in hun in in, in, in in Dus, dus ja. sommigen doen het wel, maar ik dat steeds weer heel een beetje, een, beetje, een beetje pushback heb ik het idee vanuit de security markt. Ja, de manier waarop ik er naar kijk natuurlijk is, uh, als grote bestaande security vendor uh, wil je natuurlijk aangeven dat dit een probleem is dat opgelost is. Hè? En, en dan koop je tijd totdat je zelf een, een soort van oplossing hebt bedacht die wel uh, relevant is in API security. Dus dat is echt wel wat er op dit moment aan de hand is. Ja, uh, ja en dat wordt ook aangegeven door al die publieke breaches die we gewoon uh, elke week op ons uh, zien afkomen. Het is echt geen uh, opgelost probleem. Nee, dat denk ik ook niet. Dus ik, ik vraag er ook altijd naar. Bij, bij, bij elk gesprek vraag ik er naar. En, ook, en vaak krijg je dan inderdaad een beetje zo'n IV-seval door. Ja. <laughs> maar dat, uh, dat vertelt genoeg. All right. um, Ja, volgens mij zijn we er wel een beetje doorheen bij die update, uh, toch? Ja, ik denk of, dat we best wel veel besproken hebben en best wel veel zinnige informatie. Ho hopelijk dan. Heb je... uh, ah, ik, vind, ik vond het wel heel, 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 heel inhoudelijk. Ja, dat proberen we toch altijd te doen. Ja, maar ja jij weet ook. Het is niet al. Ja, achteraf denk ik toch wel eens van. Nou, niet, eh, ik had er meer van verwacht. Maar dit is echt wel. Hè, ik denk dat dit een hele, hele zinvolle bijdrage is. En dat voor heel veel organisaties. En, uh, misschien een wake-up call. Of in elk geval uh, een, een, een duidelijker beeld bij API-security. En wat er allemaal bij, bij, bij komt kijken, als het ware. Super. Ja, nou, Dankjewel. graag ja, gedaan. Nou, Filip, bedankt voor je, voor je deelname aan onze TechSign Talks serie. Uh, voor de luisteraars, uh, vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Hè? Dat kan via Apple, Spotify, Google en vele andere diensten. En als je dit nou, net als ik, een hele goede aflevering vond, vergeet je dan niet te delen met je vrienden, familie, collega's en alle andere IT- en security professionals uh, die je in je netwerk hebt. Uh, nou ja, en uh, tot de volgende keer. TechZine Talks. Oh ja, je kan ons ook reten. Dat kan via Apple en Spotify ontvangen. Ga ik 5 sterren. Visit techzine.nl voor techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast.